Yo mensen van Dus Gaming HD, welkom bij een nieuwe video op Dus Gaming HD. Yo, hey, trap hem niet zo. Ja, dank je. What the hell? Oké, wacht even. We gaan even Arcade Games. Waar staat dat? Ja. Nou, in ieder geval, wat ik dus wou doen, want we zijn de hele tijd wel leuk bezig met... Wat de hel is dit? Nou, oké. Ik blijf wel gewoon staan. Wat ik dus de hele tijd wou doen, dat is... zoals jullie weten gaat het niet echt lekker met het uploaden vandaag. En morgen niet. En in ieder geval, jullie weten nu hopelijk als jullie de MC Survival hebben gezien... dat er wat probleempjes is met mijn renderspel. Dus ik kan alleen maar Minecraft uploaden. Wat ik sowieso al doe, maar dat maakt niet uit. Maar dus even kort samengevat. Ik kan dus eigenlijk alleen nog maar Minecraft uploaden. Dus niet andere games meer. Dus ik dacht van, dan pakken we er even wat variatie bij. En daarom ben ik in de Hypixel server. En in de Hypixel server gaan wij een leuk spelletje spelen. Dat wordt genaamd Build Battle. En in dit moet je binnen 5 minuten moet jij iets leuks gaan maken. En dat leek me heel erg leuk om op te nemen. Ik heb laatst al een paar spelletjes gespeeld. En we beginnen in 1 seconde. A fish in a bowl. Nou, wat je dus moet doen is... ik moet dus nu een fish in een bowl maken. Maar ik ben niet zo goed... Oh shit. Oké. Dus we gaan een ronde bowl maken. 1, 2, 3, ja. 1, 2, hoeveel staat hier? 1, 2, 3, ja. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, en dan 1, 2, 3. En dan 1, 2. Oké. Hoe gaan we dit aanpakken, jongens? Want we hebben maar 5 minuten. Dus dat is helemaal al niet veel. We gaan denk ik een soort van ronde bol maken. Ik ben echt niet goed in bouwen, ik zweer. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje mooiigheid erin krijgen. Oh shit, jongens. Wat ben ik nou weer aan het doen? Oh shit, kom op, maar eens werk mee. Oh nee, kom op. Dat heb ik nou even net niet nodig. Oké. Dus even snel, kom op. Want dit is echt een race tegen de klok namelijk. Als je niet op tijd af bent, ja, dan kan je niet goede punten krijgen. Ook al wordt er vaak niet heel eerlijk gestemd. Moet ik heel eerlijk zijn. Want je hebt heel veel van die mensen en die stemmen gewoon de hele tijd op zichzelf. Nou ja, je kan niet op zichzelf stemmen. Maar die stemmen gewoon op de anderen heel slecht. Zodat op het laatst hun plot, wordt namelijk wel genoemd. Hun plot het meest goed wordt gefout. Dat heb ik dan weer niet. Want ik ben niet zo. Ik hou ook vaak graag van hele eerlijke games. En ja. Dus dan is het natuurlijk hartstikke leuk als dit zo wordt gedaan. En dan ook nog leuk. Oké, dus we hebben andere sheeten heb ik niet nodig. Want we hebben gravel nodig. Want ik deed in ieder geval vroeger altijd waar ik in zat. Deed ik altijd steentjes in mijn vissenkom. Ook al onderhield ik ze trouwens niet echt heel goed. Want ik was heel erg ruig met al dat spul. Want ik, een moordenaar kan je me dan weer niet noemen, maar ik was daar niet echt goed in. En het is trouwens wel handig om water te hebben. Dan, in ieder geval heb ik tenminste al waar dit allemaal om draait. En dat is, toch wel water erin hebben. Damn, dit is echt slecht, jongens. Dit doe ik echt heel slecht. Oké, 2 minutes remaining, kut. Oké. Oké, nou, dat wordt al wat voller, dat wordt al wat voller, dat wordt al wat voller, dat wordt al wat voller. Dan doen we die hierop en dan, nou, in ieder geval is dit al een beetje mooi geworden. En dan hebben we zo'n Squirtle nodig, dus we doen even de mops. Kom op, mops, ja. En Squid, dat kan, maar ik wil zo'n ander ding, die nieuwe. Een Guardian, heet dat zo? Ah, fuck. Dat is super kut. Een squid dan. Squid. Waar staat die? Squid, ja. Yes. Oké, super vet. Nu heb ik een squid en nu heb ik er nog een. Wat doet die? Movable. Yes, denk je? Oké, dat is super leuk. Wacht, dan wil ik er wel 2 hebben. Dan wil ik die ook movable hebben. En dan wil ik die mag ook movable hebben. Zo, we hebben dus...
een squid plantjes. Ik heb er altijd zeven hierin. We doen gewoon leuke lily pads erin. Boeien dat het niet echt lijkt. Dat spul wil zeker niet. Of gras misschien. We hebben nog 30 seconden, dus we gaan een beetje aantikken. Ik wil dan wel. Waarschijnlijk is het echt een mislukte poging. Ja, dat dacht ik al. Dat is dus ook een mislukte poging. Shit. Oké, dan heb ik verder echt geen pogingen meer. Want dan zou ik niet weten wat erin moet. Ik laat het zo. Dit is mijn pracht. Oh, yes, ik kon er nog één in. Oké, dus we gaan voten. Wat is dit? Oh, dat was handig. Dat had ik me ook moeten doen. Ik speel eerlijk en ik vind hem niet een bol. Dat is misschien wat... Ja, nee, ik doe goed. Of, oké. Yes, ik had hem wel. Oké, wat is dit? Ja, dit is een aquarium. Wel leuk gedaan. Dus ik zeg ook gewoon good. Ok, bedoel ik. Sorry. Ok. Ik vind hem leuk gedaan namelijk. Origineel, wat staat hierop? Ja, jongens. The kid dropped the ball to happen. Oh, haha. Oké, nee, dan dat is grappig. Oké, er is wel een beetje lag. Holy fuck. Deze heeft best wel hetzelfde als mij. Dus ik geef hem ook lekker een oké. Want dit had ik natuurlijk ook. Dus dat vond ik wel. Dat vind ik wel grappig. En ja, ik zie je. Daar heb je die van mij al. Godsamme. Jongens, jullie moeten zwemmen. In de bol. Niet buiten de bol. Oh, wacht. Oh shit, nee. Oh, dat ben ik dus vergeten. Want ik had dat dus aan de zijkant niet. Oké, ik doe op oké. En dan gaan we door naar de volgende. Een aquarium weer met een vis die veel te groot is. En een dode vis volgens mij. Ik weet het niet, maar ik vind het leuk bedacht. Dus ik zeg... Oh nee, kut, ik was te laat. Shit. Dit is... Ja, dat zien jullie natuurlijk zelf ook wel. Maar ik zeg gewoon een... ik vind een poep eigenlijk. Sorry dat ik het zeg. Ik doe recht een muisknop en het staat niet confirmed. Wat is dit? Even serieus. Is dat wel een vis? Ik snap hem niet, maar ik vind hem origineel. Dus ik zeg oké. Dit is een aquarium, denk ik. Maar ik kan hier niks in vinden, jongens. Dus ik zeg gewoon poep. Om het een beetje... Kom op, ik klik die fucking ding, man. Een penis. Origineel. Ik zet hem op. Oké. Right click. Oh, oké. Nou, zeg dat dan even wat eerder, hè? Poep, jongen, sorry. Ik weet niet wat ik hiervan moet maken. Yes, oh, ik was vijfde. Nou, ik wil niet flauw doen, maar zo goed vond ik deze niet. Ik vond die van mij ook veel beter. Als ik heel eerlijk ben. Maar ik bedoel, je vindt die van jezelf natuurlijk altijd beter. Maar dat is niet de aflevering natuurlijk. Want ik wil er twee doen. Dus ik weet waar ik naartoe moet. Dus ik ga er ook naartoe. En het leuke is, ik kan dit ook met teams doen. Dus dat is super vet. In teams van twee. Dus ik ga dit misschien ook nog wel eens een keer met iemand anders doen. Misschien vindt hij dit ook wel leuk. Maar... Wow. We gaan dit eerst even weer solo doen. En dan gaan we een nieuwe build battle starten. En we gaan even kijken. Want dit duurt toch vaak niet zo lang in 4 seconden. Want iedereen wil het spelletje spelen. Desert Island. Deserted Island. Dat is verlaten eiland volgens mij. Oké, dus wat hebben we nodig? We hebben die nodig. We hebben, kom op, sand. Waar is sand te vinden? Smooth sandstone. Sand. Oké, we gaan eerst even een... Zo. Oké, we gaan wat een zandkasteeltje maken. Oké, ja, top. En dan gaan we even heel snel... Come up, je kunt het. En dan... Oké, top, joppie. En dan gaan we de rest bevullen. Vullen met allemaal... Zo, ik vind het, sommige delen toch wat te veel zand hebben. Sorry. En niet echt een natural look. Oké, dan wil ik een boom hebben namelijk. Want dat is toch wel, jungle leaves. En dan wil ik, kom op, jungle wood hebben. Want dat lijkt toch wel het meest, vind ik altijd. Zo wat, dit lijkt wel op een palmboom toch? Ik bedoel, die heb je ook altijd. Overal waar daar natuurlijk. Zo, prachtig vind ik. Even een topje erbovenop hebben. Hoppatee, prachtig. Ze hebben natuurlijk ook altijd van die, die heuveltjes erop. Dat zie ik soms wel eens. En dan daar een cave in. Even een schat. Want dat is toch wel... Trapper chest. Nee, zo, chest. Schat. Dus dat doen we dan... We gaan nu nog niet op de details. Kom op, even snel. Want we hebben nog 2 minuten. Dus dan gaan we even overal wat water neerzetten. Kom op. Go. Want ik moet dit... Dit moet af, jongens. Dit moet echt af. Kom op. Ja, dit kunnen we wel heel snel doen trouwens. Dit gaat sneller dan je denkt. Wat water plaatsen.
Maar we zitten natuurlijk op een verlaten eiland en daar kom je maar via één ding en dat zijn door de golven. Dus we gaan ook natuurlijk even golven maken. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je heel makkelijk en dat is gewoon... Oh shit, wacht, die gaan natuurlijk altijd naar dit gedeelte toe. Dus dit is een golf, dit is een golf. En nou, dan wil ik villages hebben. Villages, 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 villages. Ja, één villager en twee villager. Dan een overkapping natuurlijk. Want dat is natuurlijk wat al die mensen doen. Zo, zo wat. En met een klein bed, dan gaan we een bed. Ja, want die hebben ze daar heel... Oh shit, kom op, bed. Ja, thank you very much. Ze hebben namelijk nog maar een klein minuutje. En diamonds nodig. En die vermenigvuldigen we. Kom op. Kom op, waarom... Ah, shit. Ik zou eigenlijk zo 1, 2, 3 niet meer weten wat ik erop moet zetten. Ja, wat bloemetjes. Dan moet ik even bone meal hebben. Eigenlijk zo wat. Zo, dit wat vullen. Ja, want het is natuurlijk helemaal onbewoond. En dan... Zo, dan gaan we dit allemaal weg. Hoe lang heb ik nog? We hebben nog 13 seconden. Oké, dat zijn echt de slechtste. Nou, ik kan er niks anders van maken. Ik vind het leuk gedaan van mezelf. Maar hier blijft het toch bij. Jongens, dit is ons mooie eilandje. Oké, we hebben de plot van Tobias. Rondunt 03. Ik vind hem leuk gedaan. Ik vind hem hartstikke leuk gedaan. Jongen, dit krijg je van mij. Een good plot owner van... Ja. Nou, ja. Te veel zand. Als ik heel kritisch moet kijken. Maar die is dan ook wel leuk gedaan trouwens. Dus daarom een normale oké. Ja, natuurlijk die van mij is prachtig, vind ik. Ik vind hem, ik vind hem leuk. Alleen ik ben misschien iets te lang bezig geweest met het zoeken van dingen. Ik weet niet. Ik vind deze wat te simpel. Maar toch een oké'tje waard. Ik zei poep, maar als ik zo even wat beter denk... Oké, deze is wel best wel vet gedaan. Alleen, hoe krijgen we al die dingen, man? Dat snap ik niet. Goed. Of oké, bedoel ik. Die krijgt hij van mij. Prachtig. Helemaal gratis. Ja, dit is echt leuk gedaan trouwens. Deze krijgt toch een good van me. Ook al is dit niet echt een verlaten eiland. Deserted Iceland. Ja, wat moet ik hiervan vinden? Poep. Sorry. Ik vind het iets te poeperig. Het spijt me, meneer. Oh, ik dacht al, hè? Huh? Heeft hier nog iemand... SOS, ja. Hoe krijgen we dit? Dit wil ik ook. Nou, ik... Nee, wacht. Ik... Ja. Ja, oké. Dit is echt super simpel. Wat is dit? Oh, dat zijn zeker rotsen die je er vaak overheen ziet. Een oké'tje weer waard. Ja, ik weet het. Ik doe vaak oké, maar... Ik heb de vijfde plek behaald. En deze de eerste? Meen je niet? Dat meen je niet. Dit is nou echt wel de laatste die ik zou kiezen. Ja, net zo hier. Die stond zo net ook al hier. Hier, serious. Ja, nou, ik ben het helemaal met hem eens. Want er waren betere, vond ik. Maar mensen, toch bedankt voor het kijken naar deze nieuwe... Builder. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En dat jullie mijn creatie ook een beetje leuk vonden. Want ik doe er wel goed mijn best voor. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. Hierachter. Jemig. En doe even een leuk support op deze. Op ons kanaal natuurlijk. Want wij houden ervan als mensen gewoon een leuke reactie achterlaten. Of gewoon gaan abonneren. Abonneren op ons kanaal. En natuurlijk. Laat gewoon even een linkje achter van... Hey, yo, hoe vind je dit kanaal? Laat vrienden van je het beoordelen om dat video's te bekijken. En laat even in de reacties achter hoe zij dit vinden. Of hoe zij überhaupt gewoon de video's vinden. In ieder geval... Mensen, doe even een duimpje omhoog achter nogmaals. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Van of Minecraft Survival of een nieuwe minigames. Of misschien als ik het gefixt heb iets anders. Mensen, ik zie jullie later. Doeg!